In deze video laat ik jullie graag zien waar dat je de gebruikersgegevens instelt. Als je deze correct instelt, ben ik zeker dat de presentatie of het document dat jij me bezorgt altijd van jouzelf afkomstig is. Het is een soort digitale handtekening die verwerkt wordt in het bestand. Daarvoor ga je bovenaan naar extra opties en het eerste waar je uitkomt zijn de gebruikersgegevens. Ik ga deze even snel invullen. Onze lieve vrouw Lyceum. Uiteraard, bij bedrijf kan jij dat gerust openlaten. Ik gebruik een afkorting voor mijn naam met de juiste afkorting zoals die op school gebruikt wordt. Onze school ligt op de collegenaam nummer 30 in 3600 Genk en uiteraard ligt dat in België. Voilà. Van het moment dat ik nu op OK druk, zijn mijn gebruiksgegevens altijd in ieder LibreOffice document bewaard. Of dat nu Impress is, of Writer, of een andere versie. Ik druk op OK en dan kan ik met jou even de schermindeling overlopen. Bovenaan LibreOffice Impress zie je, zoals in elk programma dat we reeds aangehaald of gebruikt hebben, de titelbalk. Hier is nog geen titel aan de presentatie toegekend, dus zie je hier staan geen titel 2. Onder de titelbalk krijg je de menubalk. Bestand, bewerken, beeld zijn voor jou bekende onderdelen van de menubalk. De derde balk is de standaard werkbalk. Dat is deze balk. Ik zal hem heel eventjes vastnemen, zodat je duidelijk ziet. Daar waar het grote grijze kadertje nu rond staat, dat is de standaard werkbalk. Die staat er altijd. Ik zal hem mooi terug links tegen mijn scherm aanslepen. Er is nog een extra werkbalkje achteraan bijgekomen. Dat noemt men de presentatiewerkbalk. Heel eenvoudig als je heel snel door middel van een knop een nieuwe dia wilt toevoegen. Of eventueel de dia layout gaan aanpassen. Bijvoorbeeld dit wordt een dia met gecentreerde tekst. Dan is die dia-indeling heel snel toegepast. Er is nog een werkbalk te zien. Dat is de werkbalk lijn- en opvulstijl. Als je deze hier niet graag hebt, kan je die ook heel eenvoudig wegdoen. Je kan deze losmaken van de hoofding. Door hem gewoon wat naar beneden te slepen, dan krijg je hem hier waar dat je wenst op je scherm. Je kan hem dan ook terugplaatsen. Als ik eventjes terug naar boven ga, gaat hij zichzelf weer vasthechten en dan kan ik hem helemaal links zetten. Maar je kan ook zeggen, dit is een werkbalk die ik niet graag gebruik. Kan je bijvoorbeeld gaan naar beeld, werkbalken in het midden. En dan kan je zeggen, die van lijn en opvulstijl, die kan ik wegdoen. Voilà, en zo verdwijnt de werkbalk van je scherm. Ik ga hem eventjes terughalen, zodat mijn scherm er standaard hetzelfde uitziet als jouw scherm. Lijn en opvulstijl. Hij zit er terug bij. Goed. Onderaan het beeldscherm staat nog de statusbalk. De statusbalk zie je hier staan. Dan kan je bijvoorbeeld heel eenvoudig terugvinden op welke locatie op het scherm dat je je bevindt, hoeveel dia's dat er zijn enzovoort. Het meest interessante om in het begin mee te werken is de zoomfunctie in de statusbalk. Hier onderaan kan je heel eenvoudig uit- en inzoomen op een dia die je aan het bewerken bent. Uiteraard in het midden krijg je de dia die je aan het bewerken bent. Aan het linkervenster krijg je een overzichtsscherm van alle dia's die dat er reeds in je presentatie aanwezig zijn. Aan de rechterkant vind je nog een bewerkingsscherm met een vijftal verschillende onderdelen. Hoofdpagina's, layouts, tabelontwerp, aangepaste animatie en diawissel. Maar dat we de twee onderste vrij frequent van gaan gebruiken. Als je nu wil weten wat zit er zoal in die aangepaste animatie, dan kan je erop klikken en dan gaat dit onderdeel zich uitklappen. Wil je weten wat dat er bij diawissel staat, gewoon even klikken en je kan een dia-overgangswissel heel eenvoudig gaan aanpassen. We gaan in een verdere dia nog wel zien wat al deze mogelijke opties zijn. Dat is de indeling die je krijgt van LibreOffice Impress. Zeer duidelijk, zeer eenvoudig. Zeer overzichtelijk.